Yo, gast van de OHR Games, welkom bij een nieuwe aflevering van Super Mario Bros. Find That Princess. Vandaag gaan we gewoon weer ook al part 2 doen. Ja, ik had vandaag nog een andere video in de planning, maar die is helaas mislukt. Omdat ik game crashte. En anders moesten we alles weer helemaal overnieuw doen en daar had ik geen zin in. En moet je kijken, we hebben de Yoshi nu al in level 1. Woo! Oh! Ja, de hele game lekt! Gamer gaat fout! Ah. Hey, gamer gaat niet meer fout. Joepie! Oh nee, bijna! Dat zag er echt zo cool uit. Hebben we gezien zo. En hop! Hey! Zo! Gotcha! Eén stukje. Eentje. Yoshi! Ja! Ho! Ik hou van Yoshi's. Hey, kijk eens aan. Oké. Yay! We hebben alles! Jammer. Ach ja. Voor de rest. Nee! Nee! Komba! Nee! De Komba heeft alles verpest. Dit keer geen Yoshi, maar nu door de Komba. Ja! Zo. Ja! Goed uitkijken, jongens. Wat? Yay, Yoshi! Oké, nu niks fout doen. Hop. Nog niet genoeg, vind ik hem. Nee! Dit keer is het... Het Goomba's mij nu haar. Is het... Ah! Ik ga het kompas! Dit keer is het gewoon, ik ga het kompas. Echt waar! Hoe de heck komen ze daar? Nog een reden om hier weg te gaan. Woep. Zo, dank u wel. Hop. Nee, niks. Echt. Zit zo te kijken. Hopen op iets belangrijks. Nope. Kom op, ga erdoor. We hebben 99 levens, jongens! Ah, mijn leven! Mijn leven! Niks. Dan gaan we gewoon door deze pijp. Dat is ook gewoon een ideetje, hè? Down, down. Zitten we weer eigenlijk in onder water, hè? Jullie weten dat ik dat niet leuk vind. Nee! Jij rotblooper! Echt, jij gaat naar rechts. Hij gaat naar rechts. Jij gaat naar links. Hij gaat naar links. Echt. Het is gewoon een groot rijtje game. Wah! Dat had ik ook niet verwacht, zeg. Jongen, ik wil die 8 munten. Geef me die rot 8 munten. Ho, oh, nee. Dat is een mooie sneakblooper. Je gaat niet mijn leven weer verpesten. We hebben nog 153 seconden op de klok, dus we moeten vooruitgang boeken. Ja, maar want we zijn er al. Hey! Haha! Oh yeah. Mario time. Woe!
Je keek, we hebben geen pitje op. En dat komt omdat we 99 levens hebben als jullie die eerste eigenlijk nog niet wisten. Woep. Plico. Shop. Shop. Woep. Woep. De Wiggler is dood. Joepie. Omdat die Mario Party 9 iets heel slechts doet. Die sluit zich aan bij Bowser. Ja, nu heb ik die muntjes niet. Kijk, dat is meer wat ik leuk vind. Dikke skills, jongens. Ja, dat een mooie stuff of niet. En in leven erbij. Hey ha. Je bent jezelf niet als je trek hebt. Maar ik heb geen trek. Ik heb honger. Nee, ik heb helemaal niks. Nee. Dat was zo creepy, jongens. Hey. Pas op, joh. Ik ga echt, ik blijf echt constant schreeuwen in dit spel. Hallo. Dank u. Oh nee, dit stukje. Nee. Dat is niet wat ik wil. Komt er nog zo'n eentje, dank u. Yes! Gelukt. Yeah, dank u wel. Dun. Oh, dit stukje. Jij. Ja, dank u wel. Die kant op. En door die pijp. Eerste keer vandaag dat het hem lukt. Nee! Toch niet! Oh man. Als dat gebeurt ben je echt boos. Maar weet je wat? We gaan gewoon naar level 3. Rob maar op met die level 2. En weer naar beneden. Gewoon weer lekker naar beneden. Ja, we komen gewoon constant op dezelfde plek. Hey, waar wil ik je? Ik wil een mushroom. Nee! Ik krijg lekker geen mushroom. Ik krijg geen mushroom, hè, omdat ik de game mij haast. Dank u wel. Eigenlijk weet je nooit of er wat in zit of niet. Dankjewel. Dit pakken we weg, jongens. Jongens, je moet jullie één ding. Als jullie je stroomhartaanval krijgen, speel dit spel niet. Ik ga het kompas. Yes, gelukt. We did it. En krijgen we nu dit stuk. Yes. Inpakken en weg. Woe!
Nee, ik heb het niet gepakt. Ah! Nee! Ah! Oh! Oh! Jongens, wij hebben zoveel lucky af en toe. Hop! Nee, kom baas. Dat is mooi, ze hebben niet. Inpakken en wegwezen. Mario! Oh ja, hij zit er nu bij dit stukje. Dus hebben we vlakbij tijd. Dat weet ik nu wel. Hop! 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 Oh, dat doe je. Wow! Wat? Ah! Oh, dat was de bedoeling van dat ding. Nou snap ik het. Ha! Nee! Ah! Oh. Weet je wat? Screw dat level ook. We gaan gewoon naar de volgende. Chips! Nu heb ik het al verkeerd gedaan. Ja! Ho! Hé! Ah! Nee! Nee! Ho! Ho! Nee! Nee! Lekker muziek op de achtergrond, jongens! Ah! Oh, ik dacht even serieus dat hij op... Dat hij onze kant op kwam. Dat is wat ik denk voor. Als dat echt zo was, jongens. Oh, dat was echt zwaar. Tja. Yoshi! Yes! Yay! Ik hou van Yoshi's. Nee! Ha! Nee, wat? Jongen! Ha! Nee! 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 Wat nou, game? Waarom? Deze game haalt me echt voortdurend. Nee! Ja, deze game haalt mij. Inpakken naar weg, jongens. Oh, jongens. We weten dat dit niet aan ons kan. Ha. Zo. Zo. Naar beneden. Omhoog. Springen, springen. Blijven lopen. Nou, het trappetje naar beneden. Pak, pak het blok. Pak de Yoshi. En wegwezen. Ha. Ja, dank u wel. Ha. Nee. Nee. Oh, yes, dank u wel. Dank u wel. Zo. Inpakken en wegwezen met Yoshi. Alleen de muziek is zo leuk. Ha! Ben je dat nou? Ha! Ho! Eyo! Hij gaat hier vlammen op, jongens. Hij gaat hier vlammen op. Hop! Ho! Nee! Ja, dank u wel. Dank u wel. Doei, Yoshi. Hop. Ik raak de ladder niet eens. Hop. Dat ding nodig. We kunnen ook gewoon zo lopen. Bam.
Kijk, zo makkelijk is het. Geen fight. Dat is ook eens het nieuw. Ach ja, het is wel fijn. Zo, gaan we verder. Naar level 4. Oh, dit level. Een paar stukken in dit level zijn anders. Maar als jullie wereld 2 in een gewone versie hebben uitgespeeld, dan kennen jullie deze game wel, dit level wel een klein stukje. Tenminste, ik wel. Ha! Nee! Ho! Oh, dacht hem eens niet. Dacht hem eens niet, piranha plant. Hop. 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 Zo. Nee, dat ding wil ik niet hebben. Ha! Nee! Nu moeten we dat ding wel hebben. De game zegt echt zoiets van... Als je dat ding niet wil, dan moet je hem wel nemen. En dan zorgt hij ervoor dat mijn fireflower opraakt. Hop! Hey! Dankjewel. Ha! Oh. Ah, kijk hier een buis. Wij hebben nu een challenge. Laat maar, nu lukt hij al niet meer. Ha! 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 Ja, nu lukt hij zeker. Ja! Ja! En nu moeten we dit ding wel nemen, hè. Dat die game mij haat. Omdat ik deze level al zo vaak heb gespeeld. Oh! Ja. Dat kan ik doen. Nee! Hoe krijgen we dit in vredesnaam voor elkaar? Kom op, blijven rennen, blijven rennen. Ik mag niet stoppen. Nee! Nee! Oh. We gaan gewoon door. Let's go. We beginnen met wereld 6. En mensen die daar een probleem mee hebben, pech gehad. En dit stuk is zo leuk. Ik heb er nog maar één keer uitgespeeld. Of twee. Ja, zo. En dan vragen jullie zeker af, waarom ren je zo hard? Nou, dat zie je zo wel. Nou, nee, dat zien jullie toch niet. En weet je waarom? Omdat die game mij haat. En omdat ik hem daar ook al heb uitgespeeld. Ja, dus dan is het wel twee keer. Oh nee, wacht, ik heb het toch niet uitgespeeld. Dan kan het nog steeds wel twee keer zijn, maar toch. Zo. Nu zijn we voorbereid, jongens. Inpakken de wegwezen. Ja. Zo, dank u wel. Eindelijk is de sprong wel gelukt. Hop, hop. Zo. Kijk eens aan. Ja, dacht dan mooi, ze hebben niet dat we dat ding pakken. Een vraag voor jullie. Wat willen jullie liever? Een fireflower? Of dit ding? Kijk, we gaan het gewoon via een andere manier doen, hè. Hop. Zo. Wij doen het echt.
hoe het niet hoort. En zo hoort het ook niet! Ah, yes! Oh, godzijdank. Maar nu krijgen we dit nog een keer. Zo, kijk eens. Ja. Zo, kom op doorrennen, jij vuile Mario. Dank u wel. Kijk eens aan. Derde of tweede keer dat we hem halen. En nu ook eens een keer met toezicht, zodat iemand eens een keer gelooft. Ja. Maar ik wil dat dingetje daar. Dus hop en hop. Wat? Jonge game! Ja, dank u wel. Zo en hoppa, dan. Mario Time. We gaan vandaag gewoon weer een. We gaan gewoon in deze part weer een één wereld klaarspelen. Maar dat wordt één van de laatste keren, oké? Okay? Dat wordt een deal. Oké. Okay. Mario niet zoveel te werken. Ja. Ha, ha, ha. Ja. Ha, ha. Snel. Yes! Godzijdank dat dat ding daar is. Hop, hop. Kijk, en wat ik nou zo leuk vind aan dit level, ook al heb ik het nog nooit gehaald. Als je van die 8 munten hebt, want dat is eigenlijk het doel in dit spel. Dan krijg je van, dan krijg je wel wat spullen. Nee, we dachten maar eens even niet. We dachten maar eens even niet. En er zit ook geen tijdslimiet bij, hè? Oh, dat is zo. Nou, eigenlijk wel, eigenlijk. Wat heb ik een of andere recht bovenin? Ik heb dit level vandaag nog gespeeld, dus we beginnen gewoon mee. Hop! Hop! Ja! Yeah! Lekker dry bones. Wow! Oh. Meen je dat nou? Zat er ook nog eentje daar? Dat dan even gelijk gezegd. Oké. Nee! Oh, dankjewel. Hop, hop, zo, pakken we gelijk even dit ding hier. Nou, weet je wat mag werven? En nog zo'n vraagje voor jullie. Zoals ik net zei met dat vliegding. Wat willen jullie liever? Een fireflower of een iceflower? Laat het even achter in de reacties. Ook met de fireflower en die vliegen. Hop. Zo. Hop. Nee, dat wou ik niet! Ja. Ach ja, maar die game functioneert zo omdat het dat ik mij haat, hè. Hey, ho. Hey, ho. Ja. Oké, okay, zo. Hop. Hey. Ja. Niet dank u. Oh. Wat? Oh, nee! Jij! Gemeen knopje! Gemeen knopje was dat, hè? Dat zagen jullie. Zo niet? Ik zeg even wat er gebeurde. Nou, ik stond op dat knopje. Ik bukte om ervoor te zorgen dat ik niet werd geraakt door die dingen. Wat gebeurde er toen? Dat knopje ging omhoog.
Maar ik moet ook toevallig daar staan, hè. Dit is echt zo'n frustrerend spelletje. Alsjeblieft, geen ding van die dingen. Dank u! Ik zeg alleen even één ding. Het volgende wat jullie krijgen... Kan heel booswekkend zijn. Dus... Nee! Dat! Maar dit is een prank level. Maar volgens mij ben ik net ergens achter gekomen. Kijk, want hij zit hier. Dus, wat het hem is, hier zit niks. Hey! Ik sprong! We gaan nog een keer. Kijk zo, hier. Hop. Zo. Hier, spring. Zo. Hop. Hey. Hop. Kijk, ik snap het level. Wat? Hey! We moeten per se door die deur, hè? Per se. Zo. Maar wij snappen nu het doel van dit spelletje. Hop! Nee! Daar is het stukje. Weet je wat? Wij stoppen gewoon. Ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Smash dan op het duimpje omhoog. Willen jullie meer dat ik nog meer frustreerd raak aan deze game? Laat het dan even achter in de reacties. Laat jullie natuurlijk ook eens zien met het duimpje omhoog. Ik ga het sowieso wel doorspelen. Maar toch, om te laten zien of jullie het wel leuk vinden... Anders stop ik er misschien mee met Mario. Behalve wat jullie dit een leuke serie vinden. En dan is er nog één ding wat ik moet zeggen.